think it's purple. Even kijken. En we zijn live, hè? Nou, iets later dan gepland. Tenminste, gebeurt er wat? Yes, oké. Onderweg, hè? Dus Ethan Brains tegen Stijl. Een, zeg dat, een thuis derby? Voor de voetballiefhebbers onder ons. Die er wel verstand van hebben. Voor alle random maps die je kan kiezen, is dit echt een perfecte map. Geen malle fratsen. Geen fortresses of dat soort bullshit. Dus dat gaat mooi. Interessant. Gaat een mooi spektakel worden. Alpine Lakes. Met toch ook wel wat meertjes, zie ik. En er zit shorefish in, waar je heel veel voedsel voor eruit kan halen. Ik ben benieuwd of de spelers daar gebruik van gaan maken. Ja, echt wel op een... Je ziet ook dat ze beide kunnen ze goed wallen. Alleen, ik zie wel dat Guido twee goal piles bij hem achter heeft. Dichtbij, dus dat is wel een... Zo bouwen beide heren een kamp op. Gaat hier een scout op verkenning? Ik zal eens even... Oh, mooi hè? Mooi langs elkaar. Grappig is dat, hè? Ja. Dit is niet de autoscout, zie ik. Dus echt bewust naar deze kant met waypoints waarschijnlijk. Nou kunnen ze elkaar tegenkomen. Oh, wacht. Kamp is ontdekt inmiddels. Moet ik de poppetjes erin doen? Nee. Ja. Kijk, probeert hem toch te killen. Dit is slim. Toch wel weer even een idle echo, hè, een paar seconden. Ja, het wil water hoor, dus kijk de sniper. Oh, hij is nog niet helemaal klaar mee. Nee, leuk, zo eens een poppetje. Kijk, hij houdt ze, probeert ze van het voedsel af te houden, denk ik, maar... Ja, dan, kijk, dan dit, ja. Dit. Het is gewoon trollen. Ja. Maar wel leuk om te zien dat nu weet Guido meteen waar Robin zit, maar Robin die gaat eerder voor een scout dan heen kijken dan dat hij deze van Guido wil weten. Kun je je microfoon wat harder zetten? Ik ben bang dat we het anders niet op de stream kunnen horen. Oh, die staat ja, wel zacht. Ja. Oh kijk, zo is beter. Ja. Dan heb ik het ervan aan. Moet je hem herhalen of? Oh nee hoor. Toch wel leuk, zo'n heel klein meertje, wat ook wel weer een defense is. Het is toch weer onderdeel van een wall die je kan maken. Dat is wel komisch. Alle beetjes helpen. Ja, dit is een van de mappen die ik zelf ook heb gespeeld tegen. En ik kan me even niet meer herinneren tegen wie dat was. Welke pool zit je? Zat je? Pool, ja, goede vraag. Eerst! Isa, weet je nog welke pool jij zat? Lauren. Ja, goed verhaal dit. Ik weet het. Het heeft veel indruk gemaakt. Ja. Het is wel grappig dat Style heeft van iedereen gewonnen, behalve van Freddy. En Ethan Brains heeft wel van iedereen gewonnen in zijn pool. Mochten die twee elkaar nog eens een keer gaan treffen. Dat is een beetje kleurtje zo. Ik heb het zelf.
Ja, wel grappig om te zien dat Ethan Brains die toch al een villager lead aan het halen is van 3 villagers. Ja. En Ethan Brains en dat ondanks dat zijn villagers net getrold werden. Wel goed trouwens hoe de beide ook wel voor de shorefish gaan. Dat is, vind ik wel netjes. Dat is echt wel een goede bron van extra voedsel. Ja. Oh, we hebben hier 2 villagers. Wat gaan ze doen? Is er een plan? Nou, die gaan er niet per ongeluk naartoe, zou je zeggen. Pas op voor die bird! Die snuipt dan een villager, neemt hem mee voor het map af. Ja, ik las hier in het lokale krantje dat we last hebben van een terrorvalk, dus... Buizerd hoor ik hier van mijn vrouw. Oh, sorry. Die zijn groter. Ja, het zijn er, ja. Probeer toch, ik denk wel, sneaky, wel. Achterlangs wat te bouwen. De vraag is wat? Stable misschien? Nou, we gaan erachter komen, want ze lopen tegen de rand aan. Ja, wel zonde, want het zijn gewoon 2 villagers die je mist in je eco. Ja, je brains in de tussentijd wel goed aan het wollen. En vooral als ze niks doen. Misschien wel zonde, maar dat is wel leuk toch? Een keer weer wat anders. OV als ze een huis bouwen. Ik denk dat ze proberen te komen en ik denk dat ze anders een tower gaan bouwen zitten op de line. Ik zal eens even, wie weet uit zijn hoofd waar de Aztecs goed in zijn. Nope. Berex. Dus met Militia kun je wel dat muurtje doorbreken snel. Maar goed, we gaan het zien. Iets blijft al over. Staal begint dan toch maar eens met een muurtje. Die irritante scout. Berex is klaar. Lumbercamp, wel een hele vreemde plek om te gaan hout hakken, maar waarschijnlijk. Misschien probeert hij een pad vrij te maken hierachter. Zo'n sneaky manier van hout hakken. Ja, zolang ze het niet doorhebben. Nee, dan had hij ook naar links verder gemoeten, joh. Ziet hem niet. Half minuut, Ethan Brains gaat naar de Feudal Age. Nee, dat dus is... heeft hij. Stop. Dus heeft hij. Is die al, hè? Advanced to the Feudal Age. Dus hij zal waarschijnlijk ook meer kunnen zien. Maar ziet het nog niet. Hier wordt iets aangevallen. Scout gaat het even proberen. Een style daarentegen. Ja, dat legt hij wel af. Yes. Dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Brains op het moment met 28 villages. Style ook met 28 of 29 villages inmiddels. Dat is wel weer ingehaald. Dat verschil. Ja, en niet een Brains voor een fast castle. Kijk maar naar zijn voedsel en zijn goud. Ja. En ik denk als staal in één keer allemaal even wat villetjes van hout afhaalt, ook naar goud toe. Heesen? Kijk, de militia. Om snel door de muur te breken. Bijzondere plek om hout te gaan hakken, maar goed. wel origineel. Misschien zit er wel een dieper plan achter. Hier wordt dan een begin gemaakt met indammen. Kijk, hij heeft genoeg hout in principe om hem helemaal rondom dicht te maken. Oké, eventjes geduld. Hier wordt ook een indamactie.
Oh, wat zo'n trollactie zou zijn, is als je aanvalt, hier een haventje bouwt, transportschip. Als dat gebeurt, deze match. Dat zou zo mooi zijn. Ook. De enige scout op de map. Loopt de boel flink in de gaten te houden. Ethan Brains inmiddels naar Castle Age. Tenminste over een minuutje in game time. Wordt er ook al. Het is nog geen stable. Dus een Nightrush zal het dan wel niet worden. Goeie echo. Kan dat met de markt om toch voor die voor een night rust te gaan. En hier gaat wat spannends gebeuren. Allemaal barracks. Oh, militia, maar daar kan ik niet zo heel veel mee. Oh, ik ben natuurlijk een idiot, want de Aztecs hebben volgens mij geen stable. Nee, dat klopt. Maar die militia, die gaan niks uithalen. Oh, een gat. Mooi man. Oh, die gaan zich verstoppen er in de hoek. Ze waren zelf ook onder de indruk. Ja, maar ik verwacht van Ethan Brain of zo wat nice. Ja, geen Knights. Geen Knights, want ze zijn Azteken toch? Die hebben geen Knights. Als er een puur van en hij kan hier met het afmaken, dan. Oh, verhef, ja. Daarom zei ik van, ik vond het zo vreemd dat hij geen Nightrust heeft, maar ze zijn de Azteken natuurlijk. Volgens mij, ik heb wel eens een keer ergens gelezen dat de Azteken alleen een stable kunnen overnemen met een monk. En op die manier dus cavalry kunnen maken. Alsnog. Er blijft niet heel veel over van die militia. Ze zijn natuurlijk veel beter geschikt tegen buildings. Ja, militia's zijn tegen een castle team sowieso niet zo effectief meer. Nee, dit heeft weinig uitgehaald volgens mij, deze aanval. Nog genoeg militia op voorhand. Ja? Deze waren verdwaald. Hij had net 5 militia gecued, dus die komen er nu langzamerhand weer aan. Oh, ik dacht dat ze allemaal hier wegkwamen. Nee, niet allemaal. Want dat is natuurlijk wel een sneaky barracks, dat als straks Staal aangevallen wordt en hij kan ze upgraden naar Man at Arms, dat ze dan ineens rare groepen komen. Daar is een tweede town center. Kijk, er wordt hier wat 8 scouts of Eagle Scout Warriors. Man, nee. Eagle Warriors. We zijn er. Die stuiten op deze strijder. Deze zullen waarschijnlijk even voor een raiding party worden ingezet. Alleen, ze zullen op de muur stuiten. En zei ze, hier, volgens mij kun je hier overheen lopen, of niet? Het stukje. Correct, volgens mij ook. Het is gewoon bevroren ijs. Dus dat gaat een leuke plot twist worden. Kijk maar, want ze lopen ook over dat ijs heen. Kijk. Nou, dat is zit er een gat tussen? Zometeen nee. Zijn ze wel door dat hout heen, dus... Daar is militia armor. Ik ben benieuwd of ze er langs kunnen halen. Ja. En hij hakt gewoon de poort vrij, jongen. Stijl. Hier gebeurt ook wat. De party is daar. Hier zijn ze gewoon door de muur heen gehakt. Dus die raiding party gaat wel komen. Ik denk dat ik maar zo moet doen voor alle actie. Nou ja.
Hup, de Gilded Town zit erin. Even kijken, want Style heeft 35 villages. Ik ben benieuwd hoeveel er aan het einde van de rit overblijven. Brains is nou natuurlijk het kamp ook aan het verkennen met zijn eagles. En dit is altijd lastig om naar zo'n raid te komen met de eco. Je ziet dat Style zijn 34. Hier worden vooral gebouwen gesloopt aan deze kant. Als ik het goed zie. Blacksmith sloop. Nou, deze, ja. Gaan ze het overleven, dit? Nee, ze hebben een spearman gebouwd. Ja, ze zitten helemaal vast. Je ziet dat de Styles en de villagers heel lang niet gekerst om te laten in zijn aanzetter. Ja, dat ligt helemaal plat. Op het moment dat Robby ze alweer aan de gang moet zetten, maar het zit er met 70 idle villagers. Ja, kijk maar eens naar die idle echo, joh. Ja. Dus dit is een geweldige afleidingsmanoeuvre wat dat betreft. Of aanval, hoe je het ziet. Inmiddels 31, dus voor mij is hij dan 3 of 4 verloren. 5 villages. Hier wordt de toren aangevallen. Dat gaat prima, want Murder Halls is natuurlijk nog niet onderzocht. Ik zie geen university, dus inderdaad geen Murder Halls. Nee, dan zou die hier ook wel ergens moeten staan. Het is nog overzichtelijk, het kamp. Nou, hier lijkt de aanval te zijn afgeslagen. Met wat villages die dood zijn gegaan. Hier gebeurt nog wat. Tenminste, hier zit nog één strijder. Ja, doe maar net of er niks aan de hand is. Gewoon zaaien. Mannen, ik ga er vandoor. Ik kon even beginnen meekijken. Ik spreek jullie later. Oké, hey, kom maar, jongen. Nou, veel vrij snelle actie. Vrij vroeg wel. Tenminste, binnen een half uur vind ik wel vroeg. Ik denk dat beide heren weer hun reserves aan het opbouwen zijn, eco aan het opbouwen zijn. Oh, dit is zo'n mooie plek. Vooral dat hij hem nog niet gezien heeft. Tenminste, nee, heeft hem wel gezien. Wacht. Wordt een nieuwe aanval ingezet. Bereid, hè? Natuurlijk, de bereiks zullen gesloopt moeten worden. Nee, we gaan er gewoon langs. We gaan het kamp weer in, jongens. Goed gezien. Oh, te laat. Jammer. Kijk. Evil Boy is natuurlijk sneller. Een upgrade gehad. En dat was het alweer. Dus wellicht tijd om iets anders dan Man at Arms te bouwen. Het gat nog steeds open hier. Beide heren overigens, met uitzondering van Staal, nog niet echt buiten hun kamp gebouwd. Ik had verwacht wat meer forward bases hier wellicht in het midden. Goed, ze houden het nog allebei vlakbij. Ik ben benieuwd of hier nog wat tegen gedaan wordt of dat hij het maar laat gebeuren. Daar is de raiding party weer. Oftewel, dat muurtje helpt niet heel veel. En Staal heeft nu 34 villages. Ik ben benieuwd wat er overblijft.
4 dood inmiddels. De bel is geklonken. Tenminste. Nou, dat was een goede zet. 12 villetjes dood als ik het niet verkeerd heb. Nou gaan ze erachter komen van, hé, we kunnen hier gewoon langs lopen. Als Brains nog even doorgaat, kan hij straks 2 kastelen maken. Ik ben zeer benieuwd waar hij ze neer gaat zetten. Ja? Zal deze de relic bewaken? Kijk, dat is een mooie plek. Als ik het goed zie, staat hij nog op. Ja, staat op de heuvel. Dit is een dal voor alle aanvallenden, dus. Dat is mooi. Hier staat een bij een relic. Ziet nu dat er een kasteel gebouwd wordt, opeens. Of tenminste, ziet het niet, loopt gewoon door. Oh, die scouts zijn echt... die scouts zijn volgens. Doen hun werk. Die 4 zijn de dood ingejaagd. Die zien net af als... Nee. Het zal niet af zijn als ze er net langs lopen, maar... Ik zal toch proberen tegen te houden. Ik kies ervoor om niks te doen. Lekker. Ja. Onder de indruk van dit. Het tweede kasteel aan. Dat is een hele mooie plek. Die gaat op afkomen. Naar een verrassing worden als hij er straks langs loopt. Staal. En we zullen zien toch dat Ethan Brains nog zwaar in het voordeel is op het moment. Comanta. Hier zien we een sneaky conversie. Bereten. Stuks inmiddels. Niet geheeld. Of nee. We hebben inmiddels 104 villages voor Brains tegenover 28 kastel. En je ziet de score, je ziet de balkjes. Ach, die loop gewoon langs. Er mag veel gaan gebeuren, jongens. Nog unieke Jaguar Warriors gemaakt in het kasteel.
Allebei. Deze. Verrassend nog geen siege. Van Brains. Romante. Als infantry alle dirty work opgenomen. De hele eco ligt plat. Van stijl. Kijk, hier komen de Siege Workshops. Om het af te maken. En dan denk ik dat het een kwestie van tijd is. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Imp, dus de traps zullen ook wel gemaakt worden. Ja, dit is meer voor de trollactie. Want met 104 villages kun je best wel wat missen, denk ik. Heeft die villages inmiddels voor stijl. En als je de hele map ziet, je zou nog ergens iets anders kunnen beginnen. Nou ja, hij heeft geen hout meer voor een town center of wat dan ook. Stijl niet. De enige map control die er is, is van Brains door het midden heen. Eindelijk proberen toch nog om een town center te maken. Goed, dan zullen ze eerst nog weer hout moeten gaan hakken. Oh, ik heb de rems. Inmiddels wordt er een force neergezet voor de genadeklap, ben ik bang. Staal heeft door dat zijn kamp toast is. Ik zal hier proberen nog wat op te zetten. Ik wil hier langs. Hey, dat gat is inmiddels gedicht. Worden de laatste restjes opgeruimd. Ja. Staal kwam er niet aan te pas. Probeerde in het begin. Dat is vrij snel met zijn militia. Ik kwam niet van de grond. Walk, man, walk. Hier komt de rampparty. Villages hakken hout voor een town center. Stone heeft staal nog genoeg ervoor. Hey. Nou. Oh, nog niks zeggen. Oh, nog niks zeggen. Geen spoilers. Spannend. Nee. Hier doorgestoten naar het town center. Hier is inmiddels van aan het town center. Het zou weinig zin hebben. Fuck ik.
Ik ben benieuwd of Brains hier nog voor de Finse Touch ook nog een kasteel gaat praten. Geen spoilers. Als je deze filmpjes nou even hierheen brengt. Ja. Is dat al gebeurd, die petards? Dat was echt een bitchstreek van jou, Robin. Petards. Ik zag ze aankomen, ik denk, ja hoor. Zelfs dat gaat hier zitten. Het was een misklik, for real. Serieus? Ja, ik misklikte. Verkeerde hotkey. Twee explosies en de toren was weg. Ja. Sick, jongen. Ja, misklik. Die Jagger Warriors, die hebben hogere damage output, man. Dat is niet normaal. Ja, klopt. Ja. Ze zijn heel erg anti-infantry eigenlijk, hè. Hier doorgaan tot de laatste snik van Staal. Ik wil hier wilde ik nog even een staaltje micromanager laten zien. Kijk, deze split en nog een split. En dan gaat hij op de villager. En dan ziet hij die eagle en dan stuurt hij eentje terug. Kijk. Op, eentje terug. Hop, wegwees jij. Het zieke micromanagement is. Ja. Kun je daar vannacht nog eens even over mijmeren als je in bed ligt. Ja. En door. Ik doe even Markie. Mooi techniek. Ik ken dat. Ik ken dat. Alle muurtjes moeten kapot natuurlijk. Die drie kastelen in elkaar ook echt daar. Wat de hel, jongen. Ja. Gefeliciteerd, dus je brein. Thanks, man. Thanks. Ja, was leuk spelen. Thanks, Guido. Jij ook. Goed gespeeld, man. Goed gespeeld. Guido, wat was het idee met die man-at-arms hier? In het begin. Interview, hè? Ja, echt hè. Het idee ervan is... Nee, kijk, laat ik beginnen bij het begin. Ik wilde tot op het laatste moment... wilde ik Aztec spelen. Dat is niet gelogen. Tot op het laatste moment. Want die zijn goed in een supersnelle rush. In Dark Age. Alleen, op het laatste moment dacht ik toch van... Ja, hij gaat toch voor Archers. Iedereen gaat alles voor Archers. Dus ik dacht, nee, ik ga toch voor Gods. En dan zie ik die Aztec staan en ik denk, nee. Dus ik ga toch doorzetten. Ik heb eigenlijk twee dingetjes geprobeerd. De eerste was een scout snel naar voren sturen zijn kamp in. Zodat je de boor kan blokkeren. Dat was eigenlijk mijn eerste troef, maar dat was mislukt. Ik zag die boor neergaan op het moment dat ik dat kamp binnenkwam. Ik dacht, kut. En het tweede is gewoon een forward, supersnel forward barracks. Zorgen dat je daar snel door zijn palisade komt en man-at-arms een beetje pushen. En dan proberen om hem daarop te laten afleiden. Alleen ja, op het moment dat ik dat wilde inzetten was eigenlijk net iets te laat. Maar toen begon hij al in mijn kamp te irriteren. Ja, en die raid die was net iets te goed. Ja. Je bent gewoon fucking goed in micromanagen en in hulp aimen voor de villagers. En dat was net iets te veel damage, waardoor ik toch ging focussen op een economie terugbouwen. In plaats van het doorzetten van die man-at-arms aanval. Die heb ik ook niet kunnen micromanagen daardoor. En ze waren zo dood. Dus ik hoop dat ik daar... Ik wilde daar eigenlijk het initiatief een beetje mee terugpakken. Ik denk dat een beetje gelukt is, maar al heel gauw boomde je eroverheen. Dat is gewoon fucking goed gespeeld. Ja. Thanks. Ja, het was even wat anders dan wat we in het toernooi hebben gezien. Meso Sifs. Maar is hij één of twee keer voorbij gekomen. Dus het was wel een leuke uitdaging. Thanks. Eigenlijk hebben de Aztecs ook een hele grote zwakte. Hè? Dat is dat ze geen cavalry hebben. En dat zat helemaal in mijn hoofd. Schakel nou naar cavalry. Maar het enige wat je kan doen is met een monk uit je een stable kunnen converten van de tegenstander. Maar dan moet je al heel erg late game zijn. Ja, precies. Ja. Ja, ik dacht ook dat ik die tech had geresearched. En op een gegeven moment wilde ik jouw toren converten. Maar misschien is dat de enige uitzondering. Dat je geen town centers, castles en towers kan converten. Maar, dat zou best kunnen. Ik was er wel mee bezig, maar het is niet gelukt. Ja, en die weakness van geen kaf, die vang je op met monks. Want als jij cavalerie stuurt, dan had ik die geconverteerd. Ja, dat is de manier om dat gat op te vangen in je civ. Gewoon converten.
Leuk moet je zijn. Goed, ja, het was in ieder geval even leuk om te zien inderdaad. En inderdaad weinig van die Mesoshifts. Dus alleen daarvoor al een kudo. Ik stel voor dat we even bij de andere people al gaan kijken. Free for all. Zat in 18 minuten zat hij in de castle, hè? Dat zegt. Ja. Gefeliciteerd Robin, maar echt goed gedaan, Guido. Het is echt... het is moeilijk dit, jongen. Ja, je mocht ook even tegen iemand. Ja, het is al een hele eer dat je zover in het toernooi komt. Dat je tegen zulke mensen kunt. Dat is tof. Ik doe het je niet na. Ja, ik ben super benieuwd naar de replay. Dus komt hij binnenkort op YouTube? Binnenkort, ja. Ik denk dat ik hem straks nog even aanswingel. Cool. Dus ik spreek jullie straks in het andere kanaal. Later, later. Okay, bedankt.